De fietsenabonnementsdienst Swapfiets opent in februari een werkplaats in de gemeente Beuningen. In de loods gaan fietsen uit de regio Arnhem, Nijmegen, Wageningen gerepareerd worden. Er komen 3 vaste fietsenmakers te werken onder leiding van 2 leidinggevenden. En ook blijft Swapfiets samenwerken met Stichting Bikewerk, een organisatie die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt tot fietsenmakers. Zij repareren de fietsen nu van het bedrijf. De fietsenaanbieder heeft op dit moment ongeveer 5000 klanten in de steden. Maar de werkplaats in Beuningen moet een groei mogelijk maken. Zo hoopt het bedrijf aan het eind van 2019 15.000 klanten te bedienen. Dat moet mogelijk gemaakt worden doordat de fietsenaanbieder ook in de dorpen en randgemeenten wil gaan opereren. Ook opent het bedrijf medio februari een winkel in de Waalstad.